Welkom terug en leuk dat je alweer kijkt hier bij Bier met Benno op het enige YouTube kanaal natuurlijk van mij. Ik ben deze oktober begonnen met een bokbieren te reviewen. Ik heb natuurlijk vorig jaar al een paar gereviewd, maar deze maand probeer ik hele maand oktober, jawel, bokbieren te reviewen. Of dat gaat lukken, dat gaan we natuurlijk zien. Ik heb er al een paar nog klaarstaan, dus dat komt wel zeker goed. We zitten nu alweer bijna in de twee weken van oktober. Vandaag heb ik een bier voor jullie, die heb ik besteld op internet gisteren en vandaag al binnen, dus dat is rete snel. Brouwerij komt uit Eindhoven. Ik ga hem gewoon erbij pakken, hè, want ik kan wel spannend lopen doen, maar dat heb geen zin. Brouwerij van Mol met hun opgebokt chocolate dubbelbok. Check. Ik moet zeggen, ik heb deze van Mol opgebokt wel eens vaker gedronken. Ik denk misschien 2 jaar geleden een keer. Toen was hij nog geen flesje, maar nu gewoon, zoals jullie kunnen zien, in blik. Mooi etiket. Er staat ook op: winnaar Lex, de bokbier van Nederland 2022-2023, zoals jullie kunnen zien. Dus dan moet ik hem gewoon gaan reviewen, toch? He? En ik heb meer bieren bij die webshop besteld. Die komen bijna allemaal voor aan boord. Het zijn allemaal bokbieren. Ik denk, hè, als ik toch bezig ben. We gaan een glas erbij pakken, want we gaan hem natuurlijk reviewen. Een eerlijke review hier bij Bier met Benno. Voordat we hem openen, ik ga alweer lekker snel. 7,5% aan alcohol. Ingrediënten water, polymalt, hops, cacao nips en yeast. Oftewel water, gerstemalt, hop, cacao nips en gist. Check. Hij is lekker koud. Een dubbelbok is dus dat hij iets meer alcoholpercentage heeft dan een normale, reguliere bok. Laten we dat gewoon zo zeggen. Hè. Glas erbij en we gaan hem in het glas schenken. Donkerbruin schenkt hij uit. Ja, nou ja, bruin is het gewoon. Meer bruin. Ik schenk hem wel weer lekker grof in, zoals jullie kunnen zien. Dus het is even wachten. Maar we kunnen alvast wel naar de kleur kijken. De kleur in het licht, ik ga hem even in het licht houden, is donkerbruin, een beetje robijnenrood. Eigenlijk wat je wel gewend bent van bokbieren. Schuimkraag is wel iets bruiner dan dat ik nu heb gehad in deze, noem ik het sessie, ik noem het gewoon een bokbier sessie of bier met Menno's, boktober, hè. Ja, hij is iets bruiner, hij staat stevig in het glas zoals jullie kunnen zien. We gaan even kijken wat deze bok opgebokt van Brouwerij van Mol uit Eindhoven doet in de reuk. Licht chocola. Ik had eigenlijk meer chocola verwacht in de neus. Een beetje licht hazelnootachtig. Tikje karamel. Het is heel licht eigenlijk. Ja, dat is het enige wat ik eigenlijk uit deze neus krijg. Dus ik ga gewoon even kijken wat hij doet in smaak. Ik zeg, proost! Jazeker. In de reuk, of in de neus, hoe je het wil zeggen, proefde ik de chocola niet, of rook ik de chocola niet. Maar in de slok komt hij wel echt terug. Ja, chocola. Klein goed bittertje. Karamellig. Mooi in balans is hij tussen karamel en chocola. Hij is niet te zoet. Het enige wat ik wel had verwacht, dat hij iets voller in de smaak zou zijn. Maar dat is hij niet. Dat is hij niet. Grootste de mouten, grootste de tonen proef ik ook wel. Zal ik hem even gewoon iets voller inschenken, want dit ziet er ook. Maar nogmaals, als ik hem inschenk, zoals jullie kunnen zien, de schuimkraag blijft wel goed staan. Hij blijft wel goed staan. Ja, dus eigenlijk, ik had hem wel eigenlijk iets voller verwacht, eerlijk gezegd. Maar de chocola, karamel, iets mooi in balans, niet te zoet. Wat je misschien ook wel een beetje van bokbieren verwacht. Ik vind hem, het is gewoon een goed... Het is een dubbelbok, hè? Een goede dubbelbok van Nederland, zo, van Nederlandse bodem, sowieso.
Ja, het is allemaal mooi in balans. Dus wat ik net zei, chocola, karamel. Mooi bittertje als je hem doorslikt. Ja, ik kan er eigenlijk niks meer over zeggen. Ik ga hier zeker van genieten. Laat me even weten wat jullie van deze Vermol opgebokt vinden. Als jullie hem uiteraard hebben gedronken, ben ik benieuwd naar. En als je nog suggesties hebt, ga er zeker naar kijken. Zet het hier beneden in de beschrijvingsbox. En wie weet komt dat bier nog aan boord hier. Bij Bier met Benno's Boktober. Ik ga ervan genieten. Cijfer, zal ik gewoon een cijfer geven. Ik geef dit gewoon een steady 8. Ik vind hem goed, ik vind hem lekker. Alleen ik had iets meer voller in de smaak verwacht. Dan had hij nog hoger geëindigd. Maar desalniettemin is het nog steeds een goede dubbelbok uit Nederland. Social media hier in de beschrijvingsbox, zoals Instagram en Facebook. En een tip, hè. Ik zie jullie bij de volgende bier review, oftewel bier met Menno's Boktober, hè. Ja, ben je nog geen abonnee? Hier beneden gelijk even de belletje aanklikken, hè, want dan krijg je elke week sowieso een nieuwe bier review als melding in je YouTube menu dingetje. Ik zie jullie weer de volgende keer bij de volgende bier review van Bier met Menno. Ik zeg, uiteraard, proost!